In november 2020 werd ik als teamleider gekozen. Ik was zo blij. Omdat ik als teamleider was gekozen, dacht ik dat ik de waarheid begreep: dat ik het leven beter binnen kon gaan dan anderen. Ik wilde mijn plicht goed doen, zodat iedereen een hoge dunk van mij zou hebben. Na een tijdje ging ik een beetje vooruit en broeders en zusters vonden mijn communicatie helder. Ze zeiden dat ik sommige problemen op kon lossen. Door deze complimenten was ik erg in mijn schik met mezelf. Maar een maand later veranderde alles door de komst van zuster Yu. Ze was al eerder leider geweest, had verhelderende communicaties, een goed kaliber en werkte bekwaam. Direct na haar aankomst zag ze enkele problemen in ons werk en vond snel Gods woorden om over dingen te communiceren. Na een tijdje viel het me op dat de broeders en zusters haar opzochten voor communicatie. En ik begon me te ergeren. Ik was de teamleider, dus als ik niet net zo goed zoals zij de problemen kon oplossen... wat zouden ze dan van mij denken? Dat ik geen goede teamleider was? Dat ik geen problemen op kon lossen? Die gedachte was echt gênant en ik voelde me vooringenomen tegen zuster Yu. Ik had het gevoel dat ze opschepte... En mij niet respecteerde als teamleider, dat ze me met opzet in verlegenheid bracht. Ik dacht dat, ook al was zij eerder leider geweest en had ze enige ervaring. Mijn kaliber niet slechter was, dus dacht ik dat ze het niet beter kon doen dan ik. Om mijn gezicht te redden, overdacht ik in bijeenkomsten Gods woorden om beter te communiceren dan zij. Wanneer broeders en zusters problemen hadden, probeerde ik Gods woorden te vinden om ze op te lossen. En een ervaring te bedenken die ik kon delen, zodat men kon zien wie er echt de werkelijkheid van de waarheid bezat. Hmm. Ik voelde me ook zo. Ik leefde in een jaloerse gesteldheid, altijd in gevecht met anderen. Hmm. Ik begrijp het. Op een dag bracht een zuster in een bijeenkomst moeilijkheden naar voren waarmee ze bij haar plicht te maken had. Ik dacht dat ik een antwoord moest hebben, dat ik een aantal woorden van God moest vinden om haar te helpen met haar probleem. Op die manier zouden de anderen me niet als minder dan zuster Ju beschouwen. Maar hoe meer ik dat wilde, hoe meer ik in de war raakte. Ik bladerde heen en weer zonder een passende passage te vinden. Uiteindelijk vond zuster Ju een passage om met haar te bespreken. Ik voelde me een mislukkeling en ik bloosde diep van schaamte. Ik had wel in de grond willen zinken. Hoe meer ik mezelf wilde bewijzen, hoe belachelijker ik mezelf maakte. Ik zou zuster Yu nooit kunnen evenaren, hoe hard ik ook werkte. Ik voelde me echt ellendig. Ik dacht dat ik was afgegaan bij het doen van die plicht. Dat de anderen recht door me heen hadden gekeken. En dat de broeders en zusters zuster Yu wel als een bekwamer teamleider moesten zien. Als dat zo was, kon ik om mijn gezicht te redden misschien maar beter... Zo snel mogelijk ontslag nemen. Eigenlijk wist ik wel dat deze manier van denken niet overeenkwam met Gods wil. Maar of ik wilde of niet, ik was jaloers op haar. Ik leed pijn en was depressief. En ik wist niet hoe ik aan die banden van reputatie en status moest ontkomen. Ook begrenste ik mezelf door te denken dat ik altijd reputatie en status had nagejaagd. Zodat het waarschijnlijk mijn aard was en ik die niet kon veranderen. Ik wilde openhartig met mijn broeders en zusters spreken over mijn gesteldheid, maar ik vreesde dat ze op me neer zouden kijken. Bovendien wilde ik niet erkennen dat ik zuster Yu niet kon evenaren. Dus bleef ik me depressief voelen en groeide mijn vooroordeel tegen zuster Yu. Ik zag hoe actief ze was in mijn inkomsten en vond dat ze pronkte en met mij probeerde te wedijveren om status. Ik wilde niet met haar omgaan. Ik dacht er zelfs over een andere zuster openhartig over mijn gesteldheid te vertellen, zodat ze zou denken dat mijn depressie helemaal door zuster Yu kwam. Ik wilde dat ze mijn kant koos en zuster Yu minder hoog zou achten en haar dus samen met mij zou oordelen. Diep in mijn hart wist ik wel dat ik samenspande tegen haar, maar daar dacht ik niet te veel aan. Op een avond begon ik met een zuster te praten over hoe gedeprimeerd ik me voelde. Meestal stelde zuster Yu voor over welke woorden van God we zouden communiceren. En ook leidde zij het gebed. Ik vond dat ze mij over het hoofd zag. Ik voelde me beperkt en wilde niet eens meer teamleider zijn. Ik dacht dat de zuster mijn kant zou kiezen, maar ze zei dat ik zuster Yu correct moest behandelen. Hmm. Een paar dagen later zag ik dat zij het goed met zuster Yu kon vinden en voelde ik me ongemakkelijk. Ik dacht dat ik zoveel met haar had gedeeld. Hoe kon ze dan geen mening hebben over zuster Yu? Die gedachte verbaasde me een beetje. Hoe kon ik dat nou denken? Probeerde ik niet een kliek te vormen om zuster Yu buiten te sluiten? Ik werd steeds banger en begon over mezelf na te denken. Hmm. Ik herinnerde me een aantal van Gods woorden. Wat voor gezindheid is het wanneer mensen iemand zien die beter is dan zijzelf en proberen die persoon neer te halen, er geruchten over verspreiden of verachtelijke manieren gebruiken om hem te kleineren en zijn reputatie te ondermijnen, hem zelfs de grond in te boren? In een poging hun eigen plek in de gedachten van mensen te beschermen? Dit is niet slechts arrogantie en verwaandheid. Het is de gezindheid van Satan. Het is een kwaadaardige gezindheid. Dat deze mensen anderen, die beter en sterker dan zij zijn, kunnen aanvallen en van zich kunnen vervreemden, is verraderlijk en slecht. Zulke mensen denken alleen aan hun eigen belangen? Ze houden alleen rekening met hun eigen gevoelens. Ze willen alleen hun eigen verlangers. Ambities en doelen vervullen. Het maakt hun niet uit hoeveel schade ze aanrichten aan het werk van de kerk. En ze zouden nog liever de belangen van het huis van God opofferen om hun eigen status en reputatie in de ogen van anderen te beschermen. Zijn zulke mensen niet arrogant en zelfgenoegzaam, egoïstisch en laag? Zulke mensen zijn niet alleen arrogant en zelfgenoegzaam, ze zijn ook extreem egoïstisch en laag. Ze houden totaal geen rekening met Gods wil. Hebben zulke mensen ook maar enige vrees voor God? Ze hebben niet de minste vrees voor God. Dit is waarom ze zich brutaal gedragen en doen wat ze maar willen, zonder enig schuldgevoel, zonder enige angst, zonder enige vrees of zorg en zonder over de gevolgen na te denken. Amen. Amen. Ik had nog nooit over mezelf nagedacht in het licht van die woorden. Toen zag ik eindelijk in dat God mijn eigen gesteldheid openbaarde. Ik had nooit gedacht dat ik zo slecht kon zijn. Ik had al die tijd overhoop gelegen met Sister Yu omdat ik jaloers op haar was. Haar communicatie was beter en ze konden praktische problemen van anderen oplossen. Ik was daar niet blij mee, maar ik voelde me vernederd omdat ik mijn imago in andermans ogen wilde opschroeven, probeerde ik van alles om het beter te doen dan zij. Toen dat niet lukte, nam ik dat haar kwalijk en oordeelde dat ze probeerde aan de aandacht te trekken en de show te stelen. Ik hitste anderen tegen haar op en verspreidde vooroordelen over haar, zodat iedereen haar buiten zou sluiten en oordelen. Ik zag in dat ik arrogant was en het niet uit kon staan dat iemand beter was dan ik. Ik deinsde nergens voor terug om mijn titel als teamleider te behouden. Dat was boosaardig en gemeen. Waarin verschilde ik van die antichristen die alleen voor status vochten en anderen uitsloten? Het ontbrak mij aan binnengaan in het leven en ik kon andermans problemen niet oplossen. Ik liet zuster Yu geen hulp en communicatie bieden. Vertraagde ik het binnengaan in het leven niet voor anderen, schade ik mijn broeders en zusters niet? Ik had geen enkele menselijkheid. Bij deze gedachte voelde ik me nog schuldiger en vond ik dat ik de broeders en zusters echt in de kou had laten staan. Toen vatte ik moed en luchtte mijn hart over mijn verlangen om de strijd aan te gaan met Sister Yu. En ik bood haar mijn excuses aan. Ze zei dat ze wel had gezien dat ik niet gelukkig was als zij een communicatie deelde en dat ze zich erdoor belemmerd voelde en niet te veel wilde delen uit angst dat mij dat zou raken. Op dat moment besefte ik dat mijn worsteling haar negatief had beïnvloed. En ik voelde me vreselijk. Ik wist dat bijeenkomsten een plek zijn om God te aanbidden, niet om te vechten voor reputatie en profijt. Maar ik had mijn gedachten niet goed op een rijtje. Ik wilde wedijveren met haar wat het werk van Gods huis verstoorde en de broeders en zusters in de weg stond bij het binnengaan in het leven. Ik was echt. vervuld van spijt. Mm. Als je naar zulke satanische gezindheden leeft, schaadt je andere mensen en kom je terecht in een leven van bitterheid en pijn. Je loers zijn op anderen schaadt onszelf ook. Ja. Hoe heb je het daarna beoefend en ben je binnengegaan? Hm. Ik ben blijven zoeken naar een beoefeningspad. Dit las ik in Gods Woorden. Een kerkleider zijn betekent niet alleen de waarheid leren gebruiken om problemen op te lossen. Maar ook talentvolle mensen ontdekken en ontwikkelen. die je beslist niet moet benijden of verdrukken. Als je op die manier praktiseert, is dat heilzaam voor het werk van de kerk. Als je een paar mensen die de waarheid naar streven kunt ontwikkelen. om goed met je samen te werken bij al het werk dat je doet. en jullie uiteindelijk een op ervaring gebaseerd getuigenis hebben. zul je een competente leider zijn. Als je het vermogen verwerft om in alles te handelen volgens de principes, doe je je loyaliteit recht. Sommigen zijn altijd bang dat anderen beter en hoger zijn dan zijzelf, dat anderen gewaardeerd zullen worden en zij veronachtzaamd. Hierdoor vallen ze anderen aan en sluiten hen buiten. Is dit niet jaloers zijn op hen die bekwamer zijn? Is dit niet zelfzuchtig en gemeen? Wat voor een gezindheid is dit? Het is kwaadaardig. Mensen die alleen maar aan hun eigen belang denken, alleen aan hun eigen verlangens voldoen, geen rekening houden met anderen of met de belangen van Gods huis, hebben een slechte gezindheid en God voelt voor hen geen liefde. Als je echt met Gods wil rekening houdt, dan kun je anderen eerlijk bejegenen. Als je een goed persoon aanbeveelt, hem traint en een plicht laat doen en daarmee een getalenteerd persoon aan Gods huis toevoegt, zal je werk dan niet eenvoudiger zijn? Ben je dan niet loyaal geweest in het vervullen van je plicht? Dit is een goede daad tegenover God. Het is het minimum aan geweten en verstand die een leider hoort te bezitten. Doe dingen niet altijd voor jezelf en denk niet voortdurend aan je eigen belangen. Denk niet aan de belangen van de mens. Houd niet je eigen trots, reputatie of status voor ogen. Houd allereerst rekening met de belangen van Gods huis en maak die tot je eerste prioriteit. Je moet rekening houden met Gods wil. En allereerst nagaan of je onzuiver bent geweest bij het vervullen van je plicht, of je trouw bent geweest, of je je verantwoordelijkheden hebt vervuld en jezelf hebt gegeven, en of je met heel je hart aandacht hebt geschonken aan je plicht en het werk van de kerk. Die dingen moet je overwegen. Zoek er duidelijkheid over, dan zul je makkelijker je plicht vervullen. Amen. Amen. Gods woorden leerden me dat leiders en werkers moeten leren hoe ze getalenteerde mensen kunnen herkennen en helpen ontwikkelen en dat jaloers zijn op hen iets is wat God haat. De communicatie van zuster Yu was inzichtelijk en ze kon echte problemen oplossen. Dat is goed voor het werk van de kerk en voor het binnengaan in het leven van de broeders en zusters. Dat is het. Ik moest Gods wil in acht nemen en mijn eigen gezicht en status loslaten om goed met haar samen te werken en mijn eigen plicht te doen. Mm -hmm. Dat ik als teamleider was verkozen, was God die mij een kans gaf om te praktiseren. Het betekende niet dat ik alles wist. Het was normaal om een oppervlakkig begrip van de waarheid en andere kwesties te hebben. Dus moest ik van zuster U leren. Maar ik zag mezelf als teamleider die in staat moest zijn ieder probleem te onderzoeken en op te lossen en die niet minder bekwaam kon zijn dan een ander. Dus wedijverde ik steeds met zuster Yu en raakte ik depressief als ik niet beter presteerde dan zij. Ik was ongelooflijk dwaas. God heeft nooit geëist dat leiders ieder probleem kunnen oplossen. Hij wil dat wij eerlijke mensen zijn, alleen communiceren over wat we begrijpen en wat we niet begrijpen bespreken met de broeders en zusters. Dat is de wil van God. Ja. Ik was niet meer zo jaloers op sister Yu toen ik de wil van God begreep en kon ieder goed idee dat ze had accepteren en toepassen. We werkten samen om te communiceren en iedereen te helpen die kwesties naar voren bracht. En zo werden veel problemen opgelost. God zij dank. Na dit alles dacht ik dat ik was veranderd, dat ik niet meer zo op reputatie en status was gericht. Maar ik was zo verdorven door Satan. Toen de juiste situatie zich weer voordeed, liet ik die kant weer zien. In juli 2021 werd ik weggestuurd, omdat ik de praktische problemen niet had kunnen oplossen. Zuster Yu werd gekozen om me te vervangen. In mijn hart wist ik dat dit een positieve verandering was. En ik dacht dat ze het echt beter zou doen. Door haar zou het leven van de broeders en zusters vooruitgaan. Mm hm. Maar toen zag ik welke zware last ze op haar schouders nam voor haar plicht en dat ze snel iedere moeilijkheid kon afhandelen waar de teamleden mee te maken kregen. Ook kwam ze met een overzicht van de zwakke plekken in ons kerkleven. Dat bracht wat gevoelens naar boven in mij. Als zuster Yu meer voor elkaar kreeg in haar periode als teamleider, zou ik dan geen slecht figuur slaan? Wat zou iedereen van mij denken? Ze zouden me vast nutteloos en zonder kaliber vinden. Toen ik er zo over nadacht, hoopte ik niet meer dat het kerkleven zou opleven. Of we nu communiceerden over Gods woorden of spraken over kwesties in ons werk, hiervoor was ik altijd proactief en hielp ik om iedereen betrokken te houden. Maar nu werd ik de laatste die het woord nam in bijeenkomsten. En soms, als ik enige verlichting kreeg, wilde ik daar niet over praten. Schoorvoetend zei ik dan een paar woorden aan het einde van onze communicatie. Als zuster Yu me dan vroeg door te gaan, wilde ik niet meer delen. Sommige moeilijkheden in de plichten hadden broeders en zusters even in een slechte gesteldheid gebracht. En zuster Yu had het te druk om dit meteen aan te pakken. Ik bood geen hulp aan en schiep zelfs genoegen in die moeilijke situatie. Ik dacht: zo'n geweldige leider ben jij ook niet. Je bent niet beter dan ik. Ik zag de anderen in een slechte gesteldheid en hoe het kerkleven eronder leed. En ik hoopte zelfs dat deze situatie zo door zou gaan. Toen zag ik dat zuster Yu werkelijk heel snel tijd maakte om de kwesties op te lossen. Dat vond ik helemaal niet leuk. Ik begon haar steeds minder en minder te mogen. Ik bereikte het punt dat ik gewoon niet wilde horen wat ze zei, welke mening ze ook uitte. Ik draaide me om als zij communiceerde in mijn inkomsten. Ik wist dat mijn jaloezie steeds erger werd, steeds giftiger, dat deze zowel haar als ons kerkleven zou kunnen schaden. Zeker. Ik wilde niet dat dit zo doorging, maar ik ontkwam er niet aan. In al mijn pijn bad ik tot God. God, ik wil niet jaloers zijn op zuster Ju, maar ik kan er niks aan doen. Red mij zodat ik het gevaar van reputatie en status kan zien. Zodat ik bevrijd word van mijn verdorvenheid. Mm -hmm. Na dit gebed deelde ik met alle anderen wat ik doormaakte. Zuster Yu zei dat ze geen idee had dat ik zo over haar voelde. En ze voelde zich er vreselijk onder. Ik voelde me zo schuldig toen ik haar dat hoorde zeggen. We kenden elkaar al zo lang. Ik was zo jaloers geweest op haar en had haar achter haar rug geoordeeld, maar ze had geen ophef gemaakt. Hartelijk had ze gecommuniceerd over de waarheid om me te helpen. Het was zo kwaadaardig en onmenselijk van mij om zo tegen haar te doen. Toen las ik in de bijeenkomst deze woorden van God. Antichristen vinden hun status en reputatie belangrijker dan wat dan ook. Deze mensen zijn niet alleen onbetrouwbaar, samenzweerderig en boosaardig, maar ook extreem venijnig. Wat doen zij wanneer ze merken dat hun status in het geding is, of wanneer ze hun plek in het hart van mensen of de steun en genegenheid van mensen kwijtraken? Wanneer mensen hen niet langer vereren en naar hen opkijken en zij in ongenade zijn gevallen? Dan veranderen ze plotseling. Zodra ze hun status verliezen, worden ze onwillig om enige plicht te vervullen, is alles wat ze doen slordig en hebben ze geen interesse om ook maar iets te doen. Maar dat is nog niet de ergste vorm waarin zich dat uit. Wat is de ergste uitingsvorm? Zodra deze mensen hun status kwijtraken en niemand naar hen opkijkt en niemand zich door hen laat inpalmen, dan steken haat, jaloezie. En wraak de kop op. Niet alleen vrezen ze God niet, ze hebben ook geen grijntje gehoorzaamheid. In hun hart zijn ze bovendien geneigd Gods huis, de kerk, de leiders en de werkers te haten. Ze verlangen ernaar dat het werk van de kerk in de problemen komt of stil komt te staan. Ze willen de kerk en de broeders en zusters bespotten... Ook haten ze iedereen die de waarheid nastreeft en God vreest. Ze vallen iedereen aan en bespotten iedereen die zijn plicht trouw doet en bereid is een prijs te betalen. Dit is de gezindheid van de antichrist. En is het niet verneinig? Amen. 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 God laat ons zien dat antichristen sluw en slecht zijn en een valse aard hebben. Als ze hun status of de steun van anderen kwijtraken, worden ze jaloers en zinnen ze op wraak. Ze modderen niet alleen wat aan in hun plicht, maar willen ook dat het slecht gaat met het kerkwerk. Ze willen Gods huis en de broeders en zusters bespottelijk maken. Ik besefte dat ik me precies in de gesteldheid bevond die God in zijn woorden beschrijft als antichrist. Nadat ik was ontslagen, had ik gezien wat voor last zuster Joas plicht had en dat ze echte problemen aankon. Ik was bang dat, als ze dit goed deed en het kerkleven er beter van werd, men zou zien dat ze beter was dan ik. Om mijn status en imago te beschermen, verlangde ik ernaar dat het slecht zou gaan met het kerkleven. Heel duidelijke inzichten die ik had, wilde ik niet delen. Ik schiep er genoegen in als ik zag dat zuster Yu problemen niet op tijd oploste en ik lachte haar uit. Ik mocht niets aan haar en verwierp haar volledig. Ik liet de valse gezindheid van een antichrist zien. Ik wist dat het kerkleven direct invloed heeft op het binnengaan in het leven van de broeders en zusters. Dat ze alleen hun plicht goed kunnen vervullen als hun gesteldheid goed is en ze het binnengaan in het leven bezitten. Hm. Maar ik wilde mijn status in de ogen van anderen behouden. Dus kon ik niet alleen het kerkleven niet hoog houden. maar zag graag hoe de problemen van anderen onopgelost bleven. Dat er van hun plicht niets terecht kwam. Dat was echt verraderlijk en kwaadaardig van me. Als Gods Huis iemand promoveert of ontslaat, is dat in het belang van het werk. Ik kon mijn functie niet aan, dus werd ik ontslagen. En toen nam een betere kandidaat het werk op zich. Ik was daar niet gelukkig mee en weigerde harmonieus met haar te werken. Ik ondermijnde haar zelfs. Ik was verstorend en schade haar. Was ik zelfs nog maar menselijk? Bij die gedachte raakte ik vervuld van spijt en begonnen de tranen zomaar te vloeien. Ik had een hekel aan mijn valsheid en wist dat ik het niet verdiende om voor God te leven. Mm. Ik herinner me dit Bijbelvers. Jaloezie knaagt aan je botten. Dat is zo waar. Jaloezie brengt haat voort. En kan ertoe leiden dat mensen gekke dingen gaan doen. Mm. Dat kan echt. Die nacht las ik nog een passage van Gods woorden. Als je de dingen die God veilig wil stellen altijd hindert, verstoort en ontmantelt en veracht en je altijd je eigen noties en gedachten hebt, dan impliceert dit dat je God wilt aanvechten, partij kiest tegen Hem. Je hebt geen belang gehecht aan het werk en de belangen van Zijn huis. Je probeert het altijd te ondermijnen, je wilt het vernielen of je hoopt altijd voordeel te trekken, vals te spelen. En te verdonkere manen. Zal God daarom niet woedend op je zijn? Inderdaad. En wat is het gevolg van Gods woede? Straf. Dit staat vast. God zal je niet vergeven, dat is volstrekt uitgesloten. Dit komt doordat de dingen die je hebt gedaan het werk van de kerk hebben ondermijnd en benadeeld, ze botsten met het werk en de belangen van Gods huis. Ze waren een groot kwaad, het tegenovergestelde van God en een rechtstreekse belediging van Gods gezindheid. Hoe zou God dan niet woedend op je kunnen zijn? Als sommige mensen hun werk niet goed kunnen doen vanwege hun gebrekkige kaliber en per ongeluk wat verstoring veroorzaken, dan is dat vergeeflijk. Maar als je omwille van je eigen persoonlijke belangen, jaloers bent en je in conflicten mengt... en met opzet dingen doet die Gods werk verstoren, hinderen en vernietigen... dan zul je moedwillig zonden begaan hebben. Dit zal Gods gezindheid beledigen. Zou Hij je genadig behandelen? God heeft al zijn bloed, zweet en tranen in het werk van zijn 6000-jarige managementplan geïnvesteerd. Als je Hem tegen zou werken, de belangen van zijn huis moedwillig zou schaden... En je eigen belangen zou nastreven ten koste van de belangen van Zijn huis, persoonlijke roem en status zou nastreven, als je je schouders zou ophalen over het vernietigen van het werk van Gods huis, over acties die dat werk belemmeren en vernietigen en die zelfs tot groot materieel en financieel verlies voor Gods huis leiden, zouden jullie dan zeggen dat iemand als jij vergeven moet worden? Zeker niet. Amen. Amen. Ik kreeg een idee van Gods onbeledigbare gezindheid uit zijn woorden. Ik wilde mijn status bij iedereen behouden, dus ging ik tegen zuster Yu in, in de hoop dat ze af zou gaan. Ik trof daarmee het werk van de kerk. Ik offerde de belangen van Gods huis op om mijn eigen doelen te bereiken. God heeft zo'n hoge prijs betaald om de mensheid te redden in de hoop… Dat wij de waarheid zullen krijgen, onze gezindheden veranderen en door Hem worden gered. Mm. Pas als de broeders en zusters een goed kerkleven en een goede leider hebben, kunnen ze de werkelijkheid van de waarheid binnengaan en Gods redding verkrijgen. Ja, ik ben een schepsel, een volgeling van God, maar ik hield helemaal geen rekening met Gods wil. Toen ik zag dat het kerkleven eronder leed, was ik daar blij over. Ik hoopte zelfs dat het zo door zou gaan. Hoe kon ik zo verachtelijk en slecht zijn? Satan hoopt dat Gods managementplan niet volbracht wordt, dat het werk van Gods huis lamgelegd wordt, dat iedereen God verraadt en zijn redding kwijtraakt, en uiteindelijk met Satan naar de hel gaat. Leek ik niet op Satan? Die het werk van het huis van God verstoort door zo te denken en te handelen. Gods gezindheid verdraagt geen belediging. Ik wist dat als ik bleef weigeren om berouw te tonen, ik op enig moment nog groter kwaad zou doen. Gods gezindheid zou beledigen en door hem geëlimineerd zou worden. Dat was het moment waarop ik werkelijk besefte dat reputatie en status najagen geen goed pad is. Mm. Ik herinnerde me wat God zei. Satan gebruikt roem en winst om de gedachten van de mens te beheersen, totdat mensen alleen nog aan roem en winst kunnen denken. Ze vechten voor roem en winst, leiden ontberingen en ondergaan vernedering voor roem en winst. Offeren alles wat ze hebben op voor roem en winst en zullen enig oordeel vellen of enige beslissing nemen om willen ervan. Op deze manier ketent Satan de mensen met onzichtbare boeien. En Mensen hebben nog de kracht, nog de moed om deze boeien af te werpen. Zonder het door te hebben, dragen ze deze ketenen en schokken ze met grote moeite steeds verder. Omwille van deze roem en winst meidt de mens God en verraadt hij hem, en wordt de mens steeds slechter. Daardoor wordt elke generatie op deze manier vernietigd, te midden van de roem en winst van Satan. Amen. 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 Ik nam het probleem van naam en status najagen niet serieus, maar dacht dat ik alleen maar wilde dat men me respecteerde, dat ik nooit de broeders en zusters of de belangen van Gods huis zou schaden. Maar Gods woorden en de feiten lieten me zien dat Satan naam en status gebruikt om mensen kwaad te berokkenen, om ze te belemmeren. Het waren ketenen waarin Satan me had geklonken. Toen de tijd rijp was, kregen ze me in de greep en moest ik God wel tegenwerken. Ja. Als ik de waarheid niet nastreefde en Gods oordeel en tuchtiging niet aanvaarde, maar die dingen bleef najagen, dan zou het gedaan zijn met mij. Mm -hmm. Door het najagen van status en macht zijn al sinds de oudheid beste vrienden bittere vijanden geworden en de meest dierbaren berekenend en vreed naar elkaar. Ik was hetzelfde tegen zuster Yu. Ik dacht slechts aan mijn status en kon haar niet meer uitstaan. Ik dacht dat ze mijn functie inpikte, dus wilde ik met haar concurreren. En toen zij beter presteerde dan ik, hitste ik mensen tegen haar op. Ik probeerde het kerkleven niet te beschermen toen het daar niet goed mee ging. Keel keek ik toe en snakte ernaar dat ze mislukte, zodat ik haar kon uitlachen. Ik was zelfs bereid het werk van Gods huis eronder te zien leiden... Ik zag in dat ik door reputatie en status na te jagen op het pad tegen God zat. Op dat moment voelde ik dat een soort angst me om mijn hart sloeg. En ik wist dat als ik geen berouw toonde, maar na mijn status bleef najagen en het werk van Gods huis bleef verstoren, ik waarschijnlijk mijn plicht kwijt zou raken. Maar ook een antichrist kon worden en verbannen zou worden uit de kerk. Ik zou mijn kans op redding verliezen. Toen ik dit eenmaal inzag, was ik God zo dankbaar. Ik had de essentie van naam en status, of de schade die het najagen ervan berokkend, nooit ingezien. En ik was nooit echt bereid geweest dat streven los te laten. Deze keer creëerde God een echte situatie waarin ik de pijn van in de macht van Satan leven kon ervaren, zodat ik de lelijke waarheid kon zien van mijn streven. Ook kon ik Gods onbeledigbare gezindheid ervaren door het oordeel van Zijn woorden. Mm -hmm. Ik had me voorheen negatief en zwak gevoeld, alsof ik te verdorven was om te veranderen en ik had het vertrouwen niet om naar de waarheid te streven. Maar toen begreep ik dat, ook al vond ik naam en status belangrijk, God mij, zolang ik naar de waarheid en zelfverandering streefde, zou helpen de waarheid te begrijpen, die boeien van me af te werpen en het reddingspad op te komen. Mm -hmm. Toen las ik dit in Gods Woorden. Denk er niet voortdurend aan om iedereen te overtreffen, om alles beter te doen dan anderen, en je op allerlei manieren van de menigte te onderscheiden. Wat voor gezindheid is dat? Een arrogante gezindheid. Mensen bezitten voortdurend een arrogante gezindheid. En zelfs als ze naar de waarheid willen streven en God tevreden willen stellen, dan schieten ze tekort. Ze worden beheerst door een arrogante gezindheid. Dat het makkelijk voor hen maakt om de fout in te gaan. Sommigen zeggen dat ze op die manier competitief zijn. Op zich is het negatief om dat te zijn. Het is een openbaring, een uiting van Satans arrogante gezindheid. Met zo'n gezindheid probeer je anderen er altijd onder te krijgen, hen voorbij te streven, met hen te wedijveren en van hen te nemen. Je bent erg afgunstig, gehoorzaamt niemand en probeert jezelf altijd te onderscheiden. Dit veroorzaakt problemen. Dit is hoe Satan handelt. Als je echt een aanvaardbaar schepsel van God wilt zijn, jaag dan niet je eigen dromen na. Proberen beter en vaardiger te zijn dan je bent om je doelen te bereiken, dat is slecht. Je moet Gods orchestraties en regelingen gehoorzamen en niet hoger klimmen dan jouw positie, alleen daaruit spreekt verstand. Wat zijn jullie principes voor hoe jullie je gedragen? Jullie moeten je gedragen in overeenstemming met je positie, de juiste positie voor jezelf vinden en de plicht vervullen die je hoort te vervullen. Alleen zo is men verstandig. Er zijn mensen die erg goed zijn in een beroep en de principes ervan beheersen en die zouden in dat opzicht de laatste controles moeten uitvoeren. Er zijn mensen die ideeën en inzichten kunnen aandragen, waardoor anderen op hun ideeën voort kunnen borduren. En de plicht beter kunnen vervullen. Dus die moeten ideeën aandragen. Als je de juiste positie voor jezelf kunt vinden en in harmonie met je broeders en zusters kunt werken, zul je je plicht vervullen en zul je je in overeenstemming met je positie gedragen. Amen. Amen. Dit gaf me een beoefeningspad. God geeft ieder mens andere gaven en een ander kaliber. Hij hoopt dat we ons onderwerpen aan zijn ordeningen en onze vaardigheden niet onbenut laten in onze functie. Zuster Yu was bekwamer dan ik en kon echte problemen aan. Ze was een effectieve teamleider en dat was goed. Ik moest van haar sterke kanten leren en mijn eigen plicht goed doen. Dat was de enige redelijke benadering. Ja. Ik was bang om onbekwaam te worden genoemd, ik gedroeg me arrogant en begreep mezelf niet. Ik kende mijn plaats totaal niet. Zuster Yu concentreerde zich op het binnengaan in het leven en had liefde voor anderen. Ook was ze behulpzaam als ze problemen bij mij opmerkte. Dus moest ik de kans om met haar te werken koesteren en me op zelfkennis richten in de omgeving die God voor me had geschapen. Dat zou mijn binnengaan in het leven ten goede komen. Ja. Absoluut. Door zo te denken... Kreeg ik een gevoel van vrijheid. Mm -hmm. Daarna liet ik mijn jaloezie los, deed ik actief mee in bijeenkomsten en werkte samen met haar. deed mijn best in communicaties en deed mijn best om anderen te helpen. Door dat in praktijk te brengen, kreeg ik een gevoel van vrede dat ik nooit eerder had gehad. God, God zij dank. dank. God, plaats, we kwamen broeders en zusters naast ons, zodat we van hen kunnen leren en onze tekortkomingen kunnen compenseren. We groeien dan sneller in het leven. Mm. Dat is een onbetaalbare zegening. Ja, klopt. Door deze ervaring kreeg ik beter inzicht in mijn verdorven aard. Ik zag hoe diep Satan mij heeft verdorven, hoe ik voor mijn naam en status nergens voor terugdijnste en dat ik echt boosaardig was. Ook ervoer ik Gods redding... Vastlopen in dat gevecht om status, in die jaloezie, is echt pijnlijk. En het was het oordeel van Gods woorden dat me de essentie liet zien van wat ik aan het doen was, dat me van de banden van mijn verdorvenheid bevrijdde, zodat ik vrijer kon leven. Ik ben uit de grond van mijn hart dankbaar voor Gods redding. God zij dank. God zij dank.